Hij is begonnen. Ons onderwerp gaat over de opbouw van ons stelsel, zonnestelsel. Hier gaan we uitleggen hoe de planeten ontstaan zijn en ja, wat de kleinste en wat de grootste zijn. Hemellichamen. De planeten worden ook wel hemellichamen genoemd, omdat het lichamen van de hemel zijn. Tenminste, dat denk ik. Mercurius is de kleinste planeet van ons zonnestelsel. En onze eerste planeet. Daarom staat hij ook het dichtst bij de zon. Hij heet zo omdat hij heel snel om de zon draait. En Mercurius is een Romeinse god. En die loopt altijd heel snel. De afstand tot de zon is 57.910.910 Mars. Mars is vanaf de zon gezien de vierde planeet van ons zonnestelsel. Om de zon in een baan tussen die van de aarde en die van Jupiter. En Mars is onze welbekende rode planeet. Afstand tot de zon is 227.900.000 kilometer. Hij is vernoemd naar de Romeinse god Mars. Venus. Venus is vanaf de zon gezien de tweede planeet van ons zonnestelsel. De planeet is vernoemd naar Venus, de Romeinse godin van de liefde. Vanaf de aarde gezien is Venus op de zon en de maan na het helderste object aan de hemel. De afstand tot de zon is 108.200.000. De aarde. De aarde is vanaf de zon gerekend de derde planeet van ons zonnestelsel. Hierin behoort ze tot de naar haar genoemde aardse planeten waarvan ze zowel qua massa als qua volume de grootste is. En het is onze leefplaneet. Afstand tot de zon is 149.598.023. Neptunus. Neptunus is vanaf de zon gezien de achterste en verst van de zon verwijderde planeet van ons zonnestelsel. De planeet is vernoemd naar de Romeinse god van de zee. Afstand tot de zon, ja, 4,495,19 kilometer. Ik kan het heel moeilijk uitspreken, want ik weet ook niet hoe het moet. En die E staat voor nog 9 nullen erachteraan, dus dat kan ik niet uitspreken. Uranus. Uranus is op de twee na grootste en vanaf de zon gezien de zevende planeet van ons zonnestelsel. Deze ijsreus is vernoemd naar de god Uranus, ook wel Ouranos, de personificatie van de hemel uit de Griekse mythologie. Afstand tot de zon 2,871,19 kilometer. Saturnus. Saturnus is vanaf de zon afgerekend de zesde planeet in ons zonnestelsel en op Jupiter na de grootste. Beide zijn gasreuzen en zogenaamde buitenplaneten. Saturnus is vernoemd naar de Romeinse god van de landbouw, Saturnus. Afstand tot de zon, 1,433,19 kilometer. Jupiter. Jupiter is vanaf de zon gezien de vijfde en tevens de grootste planeet van ons zonnestelsel. Net als Saturnus is Jupiter een gasreus. Hij beschikt niet over een vast oppervlak. Afstand tot de zon, 778.500.000 kilometer. Waarom de zon geen planeet genoemd wordt. De zon is namelijk geen planeet, want het is een ster. Het klinkt raar, maar het is wel zo. Dit was ons onderwerp. Ik hoop dat jullie genoten hebben.